Ja, we gaan weer een taart uitreiken. Hallo! Hallo! Weet jullie waar juf Yvonne is? Ja, ja, ja! Ja? Ik ben zo dol op kinderen. Hallo! Hallo Yvonne. Hi Angelique. Ik heb wat voor je. Ja, super. Ja. Taart, maar niet voor mij. Nee hè, maar jij gaat hem uitreiken. Ja. Voor wie is die? Voor mijn collega Marianne. Marianne. Dit is zo. De bedanktaart. Kijk. Ja, super. Hey, vertel eens even over jouw collega dus. Ja, wij werken samen vanaf 1992. Dat is lang. Heel erg lang. Ja. Toen ik haar ontmoette dacht ik van nou, ik hoop dat dat niet mijn collega wordt. Oh. Ja. En het was het eerste jaar wennen en daarna dachten we van ja, we zijn eigenlijk meer zusjes dan collega's. Ja, de hele klas is er inmiddels bij. Hallo allemaal. Wat zijn jullie lekker stil, hebben we gevraagd hè, om heel zachtjes te doen. Want we hebben een taart meegenomen. Ja, voor juf Marianne. Wat was dat voor juf dan? Was het een beetje lief voor je? Ja. Ja. Maar nu is ze weg, hè? Ja. En wat vinden jullie daarvan? Niet leuk. Nee? Mis je er wel een beetje? Ja? Ja. Shh. Hallo. 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 Knuffelen. Dag juf Marianne. Marianne. Ja, lekker zitten. Even lekker zitten. Ik dacht, er is geen feest vandaag. Nee, waar gaat dit over? Feest hebben we al gehad, hè jongens? Er is nog een keer feest. Met dank aan je collega. Ga lekker zitten. Wij zijn 23,5 jaar collega's en vrienden geweest. Vriendinnen, zusjes. En ik wil je nog een keer extra bedanken voor al die leuke jaren. Oh, Yvonne, toch? Zeg, dat doe je taart is voor dat jou. Doe je wel op een hele originele manier. Hele originele manier, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Voor alle fijne jaren. Voor alle fijne jaren. En voor alle jaren die nog komen gaan. Ja, maar niet meer als collega's. Maar niet meer als collega's. Zullen we even een applausje geven voor jullie lieve lukjes? Goed of niet?